Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve steenbok voor de maand maart 2023. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je passen laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in je maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. En we gaan eens even zien voor steenbok. Professioneel, wat is de belangrijkste boodschap voor maart 2023? Professioneel. Wat is de belangrijkste energie? Deze, Yang, een nieuw begin, een nieuw project, iets vanuit bezieling en passie. Dat we langzaam maar zeker opbouwen. Met de bouwstenen, we bouwen een stabiele basis alvorens. Hier lopen we niet te hard van stapel, langzaam maar zeker. En cadeautjes geven en ontvangen, die hebben meerdere mensen. Dus dat kan zijn dat je een cadeautje krijgt van het universum, dat je iets aangeboden wordt. Leren ontvangen. We hebben in deze wereld meer leren geven dan te ontvangen. Dus misschien ook wel leren ontvangen, de cadeautjes van het universum. Maar dus langzaam maar zeker een nieuw project, een nieuw creatief iets, een nieuw ondernemend iets. Iets waarvan je vol vuur en passie vooruit wilt. Maar langzaam en zeker bouwen een stabiele basis. Oké. Okay. Financieel, maar ik weet het financieel, maar die steenbok voor maart. De waarheid en de stam. Oké. De waarheid komt boven water. Hier schuilen we niet meer achter maskers. Hier zijn we open en eerlijk. En de stam kan spreken over familie. Het thuiskomgevoel, gezin. Soul tribe, energie. Thuiskomen. En daarin komt de waarheid boven tafel. En dat heeft blijkbaar invloed op het financiële. Oké. De liefde, relaties in de breedste zin van het woord. Wat mag ik weten voor mijn lieve steenbok? Goed, dat is te veel. Ik heb hier wel een positieve boodschap, maar ik ga niet zoveel kaarten nemen, want dat brengt alleen maar verwarring met zich mee. Herstellen, banden herstellen. Tussen, ja, ik heb hier twee meisjes, twee elfjes, die een vlag proberen te repareren. Of aan het repareren zijn. Dus ik heb hier banden die hersteld worden. Oké. Gezegend onderop. En aangezien ik daarnet ook de boodschap in een fles had, een lang verwachte boodschap, iets dat er lang over heeft gedaan om tot jou te komen, kan dat inderdaad iemand uit het verleden zijn dat terugkomt en een vriendschap of connectie wilt herstellen. Herstellen van banden. Oké. Okay. Herstellen van een connectie. Zelf herstellende. Ja, dat kan ook. Maar omdat ik hier twee mensen heb, heb ik wel meer een gevoel van banden die hersteld worden. We gaan even verder graven. Professioneel, wat is het nieuw begin wat we langzaam opbouwen voor bezieling en passie? De gerechtigheid. Dit kan wel inderdaad een cadeautje zijn van het universum. Eindelijk gerechtigheid. Een officiële uitspraak. Een beslissing nemen dat in akkoord is tussen het hoofd en het hart. Dus ik heb hier wel een beslissing, dat kan absoluut. De dwaas, de zon aan mij. Vijf van staven en de schildknaap van pentakels. Dit is een nieuw begin, inderdaad. Leergierig, nieuwsgierig, een pril nieuw begin. Nieuw avontuur, precies. Hier ben je met de duivel. In je kracht. Met de vijf van staven kunnen we uit een conflict, een strijd komen met onszelf of dan wel met anderen. Hier vinden we rust omdat we het op een andere manier aanpakken. Veel meer in balans met de gerechtigheid. De dwaas is voor mij wel een heel nieuw begin, een sprong in het onbekende. Deze voelt wel onbezonnen. Bang om de verkeerde keuze te maken en tegelijkertijd. Dus een nieuw begin, een nieuw... een nieuwe sprong, oké. Okay. En met de schildknaap van pentakels leergierig, nieuwsgierig. Dus dat zijn inderdaad nieuwe zaadjes die we planten. Professioneel kan het zijn dat je eerst nog een cursus, een inwerktraject, een opleiding, een nieuwe richting uit wilt. Vol bezieling en passie, want inderdaad, het is iets wat langzaam opgebouwd wordt. En voor mij komen we uit een strijd, uit wat ik zeg, dat kan een intern conflict zijn of een conflict met mensen. Iets dat er van de buitenwereld heel goed uitziet, maar van binnen toch niet zo gelukkig aanvoelt met de zon. Wellicht een verkeerde keuze gemaakt, maar we pakken het hier op een andere manier aan. Of een naïeve sprong gemaakt. Ik wil toch even weten wat die sprong is. Verklaar de dwaas. Waarom ondersteboven?
2 van staven, de 3 van kelken en de toren. Hier gebeurt iets precies buiten jou om. Iets dat misschien blijkt de verkeerde keuze of de verkeerde investering ooit te zijn geweest. Dit is een energie van all work, no play. Dit kost heel veel energie en hier halen we geen vreugde uit. En als we daar toch aan vasthouden, koppig en wel, dan komt het universum hier met een duwtje om jou een hele nieuwe richting op te duwen. Er is hier iets dat uitzichtloos is, dat geen toekomstperspectief heeft. Wellicht een verkeerde keuze was, want hier worden we niet gelukkig. We pakken het hier op een andere manier aan. We nemen een beslissing en investeren in een nieuwe richting. Creatief, ondernemend, vol bezieling en passie. Dus dit is een cadeautje van het universum. Maar dat kan een beetje oncomfortabel voelen, deze. Het geeft wel veel helderheid over wat we willen en wat we niet meer willen. Oké. Financieel. Wat mag ik weten financieel van mijn lieve Steenbok? De waarheid en de stam. De ridder van Kelken. Prins of prinses op het witte paard. Financieel heb ik voor mijn gevoel echt wel inderdaad positief nieuws. Een boodschapper. Een liefdevol bericht. Dat kan. Een verontschuldiging. Iets positiefs. Wow. Ja, hier heb ik die toren weer. De kracht, de 10 van zwaarden. Deze waarheid dat boven tafel komt, creëert wel het einde van iets. Dit zien we niet aankomen. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar die toren natuurlijk. Want 2 torens ondertussen. De 3 van pentakels. Ja, er is een partnerschap, een samenwerkingsverband, een... Iets dat niet constructief is, iets dat niet werkt, iets dat niet... De 5 van staven. Ik heb hier inderdaad... Dus dat kan professioneel zijn dat er een strijd, een conflict gecreëerd wordt tussen mensen, collega's. Dat een soort van ontwakening met zich meebrengt. Dat een soort van... Ja, helderheid geeft over wat is constructief en wat niet. En daarin heb ik wel een einde van iets. Het kost kracht, het kost moed. Maar we stappen wel daardoor. Het is wel positief. Wat mag ik nog weten over deze toren? Uiteindelijk. Maar uiteindelijk is iedere toren positief. Het is gewoon even oncomfortabel als het zover als het er is. Want inderdaad, het creëert wel een strijd. Mag ik één... Kaart of 2. De 3 van staven en de koningin van pentakels. Dit is iets waar we inderdaad financieel onzeker van worden en afhankelijk van zijn. Een job, oké. Ik kan spreken over onrealistische doelen hebben gehad met de dwaas. Wat dus hier wel inderdaad een strijd creëert. En met de 3 van staven, een afwachtende energie, maar de resultaten komen niet, er is uitstel. Nog meer 3. Ik wil toch even weten, die ridder van Kelken, wie is dit en wat komt hij hier vertellen? Dus ik heb nieuws, maar dat op de een of andere manier. Het ziet eruit als positief nieuws, maar het gooit je wereld een beetje op zijn kop. Uiteindelijk, er is absoluut communicatie. Met de schildknaap van pentakels en de hoogpriesteres. Ik heb hier een heel spiritueel persoon. Iemand die heel veel intuïtie heeft. En daarop vertrouwt. Met de schildknaap van pentakels. Er is hier communicatie. En voor mij inderdaad, het creëert een beetje stress. Er gebeuren veel dingen tegelijk, waardoor het een beetje stressvol is. Het kost kracht hier. Maar we zien hier dat iets niet constructief is naar de toekomst toe. Een partnerschap, een samenwerkingsverband, iets wat we hebben opgebouwd. En we keren ons af voor het gezag, voor de... Ja, we vinden geen compromis hier. We vinden geen compromis, maar daardoor... kunnen we wel in onze waarheid komen te staan.
Dus ik heb hier positieve boodschap, maar op de een of andere manier creëert dat wel stress en zet het de wereld een beetje op zijn kop. Professioneel en daardoor ook financieel. Dit is wel het einde van iets. Het einde van een zware cyclus. En daarmee een heel nieuw begin. Oké, verklaar het herstellen in de liefde. Wow. De gehangene, de 9 van kelken en de 7 van pentakels. De gehangene is hier ondersteboven. Dus ik heb hier een heel koppig en eigenwijs persoon die de dingen doet zoals hij of zij dat wenst, wilt. Vis-energie, de gehangene hier na een tijdje van stilstand in een limbo hangen, vastzitten, even geen kant op te kunnen. Door je eraan over te hebben gegeven, zie me hier het licht. Met de 9 van kelken, er is hier iets dat emotioneel niet vervullend is, emotioneel teleurstellend is. Met de 7 van pentakels een beetje beu met wachten hier. De hele tijd analyserende van waar wil ik nu nog mijn energie in steken? Wat werkte voor mij wel, wat werkte niet? Heel veel afwachtende energie. Hier heb ik een verveling of teleurstelling op dat afwachtende, stilstaande energie. Maar we zien hier wel het licht en er is herstel. Klaar de gehangene, wat is dat inzicht? De ridder van staven. Ook hier weer. Kan dit iemand zijn die jouw kant op komt? Als je dat emotionele vervulling hier, die er niet is. Het gelukkig zijn, gelukkig voelen. Alleen, of dan wel met anderen. Maar hier zeker al, als je het alleen niet voelt, is het moeilijk om dat samen te voelen. Ik heb hier nieuwe inzichten. Waardoor je meer en meer begrijpt waarom je emotioneel niet vervuld bent binnenin jezelf. De ridder van staven, vurige energie, de leeuw van boogschutter. Dat kan een boodschapper zijn die jou dat inzicht geeft. Iemand dat terugkomt. Iemand dat ja, helpt om tot dat inzicht te komen. De wijze vrouw van zwaarden, de gerechtigheid en de 7 van kelken. Met de 5 van pentakels heb ik hier verlatingsangst, bindingsangst. Iemand dat bang is om er alleen voor te staan. Maar wat ik zeg, we hebben hier dat inzicht wat dat dan is en waardoor kunnen we dat doorbreken. Ik heb hier, we komen uit een energie van twijfelen, niet kunnen kiezen tussen verschillende mensen, tussen verschillende situaties of tussen wat maakt mij nou gelukkig. Hier heb ik heel veel helderheid en besluitvaardigheid. Gerechtigheid, besluitvaardigheid. De koning van zwaarden, hier de wijze vrouw van zwaarden. Is iemand die heel rationeel is, heel, laat een man meeschaal, tweelingen energie. Iemand die heel verstandig, zakelijk, hoofd op zijn schouders, voeten op de grond. In sommige gevallen, deze twee, dat kan een advocaat, een officiële persoon zijn en een officiële uitspraak hier. Daarin heb ik wel een teleurstelling, maar daardoor komen we wel uit een vastzittende energie en kunnen we vol gas vooruit. Er is hier een bang voor er alleen voor komen te staan. Maar we zien wel het licht hierin. We zien wel waarom we vast hebben gezeten. En voor mijn gevoel is hier een beslissing. Dan wel een uitspraak die uit die daar uitkomst op geeft of die dat inzicht geeft. En dan heb ik de aas van kelken, liefde dat weer vloeit. Emoties die vloeien. Een nieuw begin of een hernieuwd begin binnen een connectie. Ik heb hier heel veel inzichten over wat maakt jou gelukkig en wat niet. Helderheid. En we komen uit het gevoel vast te zitten. Daarin kunnen banden hersteld worden. Ik zeg, het kan niet zijn dat je niets ziet aankomen. Gauw heeft het allemaal met elkaar te maken, dat kan. Werk, privé en dus ook de financiën. Dus nieuwe inzichten in de liefde. Eventueel een herstellende energie van iemand. Met iemand.
waardoor we losbreken, waardoor we beslissingen kunnen nemen, waardoor er helderheid is. Okay. Wat is het advies van het universum voor mijn lieve steenbok? De twee van pentakels. Maak alles wat je doet leuk. Goochelen met diverse prioriteiten of taken. Een buitengewoon talent voor multitasken. Heel veel balletjes in de lucht houden hier. Het kan zijn dat er inderdaad een nieuwe opleiding, een nieuwe richting erbij gedaan wordt. Een nieuwe investering. Langzaam maar zeker. Richting een nieuw project. Wat mag ik nog weten qua... Dus maak alles wat je doet leuk. De vier van pentakels. Gebruik je hulpmiddelen verstandig. Zorg voor een evenwicht tussen geld uitgeven en geld sparen. Help mensen die minder fortuinlijk zijn dan jij. De vier van pentakels is inderdaad dat koppig vasthouden aan... Ja, maar dit is mijn veiligheid. Dit is mijn stabiliteit. Dit heb ik nodig om innerlijke rust te vinden. Koppig en wel. En de prins van lente. Hier hebben we de ridder. Onmiddellijke actie. Een uitdaging die je goed aan kunt. Een hartstochtelijke relatie. Ja, voor sommigen kan dit inderdaad iemand zijn dat vurig en gepassioneerd binnenkomt stormen. Dat best wel wat invloed heeft of wat stress oplevert, want er is veel communicatie, gebeurt veel tegelijk. Maar wat ik zeg, het geeft wel heel veel helderheid over wat jou gelukkig maakt en wat niet. De tien van zwaarden, voilà. De oplossing van problemen, een last die van je schouders afvalt. Het einde van een verslaving of medeafhankelijkheid. Wat mag ik nog weten? Martijning, voor mijn lieve steenbok. Tijd om uit te ademen. Neem tijd om uit te ademen, te rusten. En laat je trots niet in de weg staan. Dat is de volle maan in leeuw, die hebben we net gehad. Wat was het, 5 februari? Laat je trots niet in de weg staan. Ja, trots en ego. Steenbok staat natuurlijk voor de duivel en de duivel spreekt over ego. Dus laat je ego los, je trots los. En laat de dingen die, wat je dacht dat een goede tijd of een goede investering voor jou was, dat blijkt uiteindelijk niet de juiste keuze of de juiste stap te zijn geweest. Toegeven is niet zozeer een probleem. Hoeft het niet te zijn. Het is je trots dat je een beetje tegenhoudt, wellicht. Maar dan heb ik daardoor wel een heel nieuw begin. Vol bezieling en passie. Oké. Heb ik nog aan jou in de volle maan geleerd. Dus wellicht er voor afgelopen maand februari, begin februari, is er informatie tot je gekomen? Is er helderheid geweest? Is er iets gebeurd? Heb je iets gevoeld dat dit proces een beetje in gang heeft gezet? Een tijdperk van licht. Hier heb je je hele leven lang voor geoefend. Je bent klaargestoomd voor dit nieuw begin. Een tijdperk van licht, hier heb je je hele leven lang voor geoefend. En wat verlicht jou? Ik heb hier iets dat inderdaad wel vermoeiend en zwaar is. Tijd om beslissing te nemen of op een andere manier aan te pakken, zodat je wat verlichting voelt. Vraag om hulp, je hoeft niet alles alleen te doen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Dus wat verlicht jou, mijn lieve steenbok? Doe de dingen die jou... energie geven in plaats van energie ontnemen, zuigen. Langzaam maar zeker al richting iets waar je hart vol van loopt en waar je vol bezieling en passie in je energie in kan steken. Waar je je energie juist in vindt, in terug kan vinden in plaats van energie, wat ik zeg, ontnemend. Ik heb hier iets, een partnerschap, een werk, een samenwerkingsverband dat niet constructief is naar de toekomst. Dat all work, no play is. Dat ja, geen toekomstperspectief heeft. Tijd om dat een beslissing te nemen. Om dat los te laten. Om je tijd en energie in de dingen te steken die jou verlichten. Jou inspireren. Jouw energie geven. Mijn lieve steenbok, ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik stuur je een verlichte, mooie maand. Ik wens je een mooie maand. Maart toe. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.